Wel, ik zit dus hier midden in de nacht. Ik word dus nu omsingeld door vleermuizen. Het is. Maar nu ga ik niet hier blijven staan wachten. Het is vleermuizenjacht. Niet om te doden of zo, hè, maar ik observeer ze dan. Momentje. Oh. Ja. Zag je dat? Zag je dat? Dat was een vleermuis. Ja, ja. Daar nog eentje. Oh, hij maakt cirkels. Wel, het. Muizen is dat zij echolocatie bezitten. Echolocatie? Echolocatie is eigenlijk een hulpmiddel om in het donker te kunnen zien of ze nergens aan tegen kunnen botsen. Want met echolocatie kan je weten wat je tegenkomt. Een voedselbron of een obstakel bijvoorbeeld. De geluidsgolven zijn zo stil dat wij mensen met het menselijk oor het niet kan horen. Maar daar hebben mensen wat op gevonden. Goed, ik heb misschien niet het apparaat om geluid op te nemen, maar natuurpunt wel. Dat kan je in dit voorproefje van dit filmpje bekijken. Het geluid van een vleermuis. Het zijn schuchtere dieren, tellen is moeilijk. Natuurpunt wil met dit toestel het geluid van vleermuizen opnemen. Ze zullen het op 22 locaties plaatsen in tuinen, kerken, bossen en in de stad. Dat is een microfoon. Dat is eigenlijk het gevoeligste deel. En dat is speciaal ontworpen, die microfoon, voor het spectrum van vleermuizen. Dat is het ultrasonengebied. Dus boven het hoorbare deel. Wij horen tot 20 kHz. En vleermuizen, die geluiden, ja, die beginnen net daaronder tot 180 kHz. Dus ver boven ons gehoorbereik. Elke vleermuis heeft zo zijn eigen geluid. En zo hopen ze te weten te komen hoeveel er nog in Vlaanderen rondvliegen. Natuurpunt schat een paar tienduizend, maar de vleermuis heeft het moeilijk. Gebruik van pesticiden is toch nog altijd een van de grootste factoren. Vleermuizen vertoeven vaak in de spouwmuren en in de zolders, met de delen van de huizen die geïsoleerd worden. En als er zonder kennis van zaken gebeurt, kunnen hele kolonies daardoor vernietigd worden. Vleermuizen zijn insecteneters die alleen 's nachts op jacht gaan, want dan hebben ze honger. Veel honger. Bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis, de huistuin- en keukensoort, die eet zo'n 3000 muggen per nacht per dier. Dus als je een kolonie hebt met 20 dwergvleermuizen, dan kun je al een keer die rekening gaan maken elke nacht. Dus die beestjes doen meer voor ons dan eigenlijk beseffen. Vleermuizen vallen geen mensen aan, want ze zijn bang van ons. Als je